Meneer Gerritsen, gaat u gang. Voorzitter, ik wil hierbij graag een verklaring uitbrengen namens Huub Iesendoorn en namens mezelf. Wij hebben besloten, naar aanleiding van de afgelopen week, dat er binnen onze fractie onoverbrugbare verschillen zijn. En wij de conclusie hebben getrokken, met pijn in het hart, uit de fractie van D66 te stappen en op eigen kracht in deze raad verder te gaan. Daar wil ik het bij laten, voorzitter. Nou goed, wat je zelf al hebt begrepen, Marinus, is dit geen proces wat 1, 2, 3 gebeurt. Dit is natuurlijk iets wat langer loopt. Het einde van de rit hebben wij met elkaar besloten dat er vertrouwen in de fractie, in ons als personen, niet voldoende is geweest. En dat er gewoon de verschillen zo cruciaal waren dat er geen overeenkomsten meer waren te vinden. En dat wij met elkaar besloten om hiermee te stoppen. Hoe gaat het nu verder? Ja, hoe het nou verder gaat. Maar luister, we zijn zonder last en ruggespraak zijn wij gekozen door onze mensen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. En wij vinden dat wij die verantwoordelijkheid wel moeten nemen en gewoon ons pad moeten kiezen weer binnen deze gemeenteraad zoals die nou is. En onze rol nog steeds kunnen vertolken zoals wij die altijd hebben vertolken. Maar het zal niet meer gaan onder de naam van D66. Hoe treurig het ook is. En ik spreek niet voor mijn Iesendoorn, maar ik spreek wel voor mezelf. Het raakt ons diep, diep, diep. Laat dat vooropgesteld zijn. Dat is ook een soeverein recht, zeg je, van elk raadslid. En dat mag niet geschonden worden. En als mensen gaan zeggen dat je uit de raad moet, ja, dan is dat heel ernstig. En dat, maar zo zitten we dan ook niet in elkaar. Dan gaan we zelf. En we gaan, Fred en ik hebben daar kort overleg over gehad. En we gaan door, we maken onze termijn gewoon vol en we gaan door. En dat doen we met evenveel inzet als we tot nu toe gedaan hebben. Dat gaan we zeker doen. En met betrekking tot de hele historie van mij persoonlijk, maar ook die van Fred wel, in D66, ja, die is groot. Ik ben 25 jaar politiek actief geweest in verschillende functies van D66 als raadslid. Ik ben alleen in de raad gezeten, met 4 in de raad gezeten, met 2 wethouder geweest in Almelo. Ik ben op basis van die ervaringen ook wethouder geweest een korte periode in Borne. Omdat daar behoefte aan ondersteuning was. Dat heb ik gedaan. Ik heb in het hoofdbestuur gezeten van D66. Dus hier is door de fractie of door een lid van de fractie heel lichtvaardig geoordeeld. En dat kan niet. Daar kan ik niet mee samenwerken als vrijzinnig liberaal. We gaan samen verder. Dat hebben we uitgesproken naar elkaar. We hebben veel samengewerkt de achterliggende jaren. En heel intensief. Fred heeft zijn benen uit het lijf gelopen. Om voor deze coalitie ook. En ik geloof niet dat de coalitie dat helemaal begrepen heeft.